jongens. Waar zijn we, jongens? Litouwen. Is Everett al wakker? Everett. Volgens mij heeft hij me wel gehoord. Everett, er is de persoon bij wie ik Litouwen ga ontdekken. We zitten nu nog in een hotel. Wat hij nog niet weet, dat weten jullie alvast wel. Ik ga hem zo meteen brengen naar een Joods gezin. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Hé, hey, jongen. Douchen, opstaan, ontbijten. Koffie. Ja, dankjewel. Wat verwacht jij? Nou, ik verwacht dat Vilnius eigenlijk een hele grauwe stad is. Tenminste, heel grijs zie ik het. En jij? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik weet het echt niet. Nee? Nee, ik ben wel benieuwd. Dus ik laat me ook gewoon geheel verrassen. Alles is zo hetzelfde hier, al die blokken. Ik denk al Bijlmer. Dit is hem. Okay, nummer 140, hier moeten we zijn. Nou, probeer zoveel mogelijk te filmen. Alle acties. Ja. Dat moet wel lukken, toch? Ja, zeker. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe het is. Ik loop nog even een beetje meer naar boven. Oh, perfect. Ik wil even benieuwd hoe het eruit ziet. Nou, dat is prima. Labas. Hello. Hello. Hi. I'm your friend. My name is Simon. Nice Simon. Meeting you. This is Mohammed. Hello. Nice Hello. Meeting you, Mohammed. Hello. Shalom. 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 Ah, salam alaikum. Alaikum salam. And don't forget, by entering to a Jewish home, we touch the mezuzah with two fingers, we kiss, and we enter. Bye bye. Okay. Good. So this is my mother. Yes. Her name is Soramina, and my father, in Lithuanian, they would call him Yefimas, but the Jewish name would be Chaim. Okay. Yes? Okay. Yes, I follow you behind. I follow you. Nou, ze zijn heel gastvrij, echt heel gastvrij, echt heel aardig. You've also been in Holland. Yeah. We're in Holland. We're in Holland. I was in the airport of Amsterdam. That's where I was. And it's an interesting one. This. If you read carefully what is written, don't worry, be Jewish. You will see all over the house, you will see symbols, you know, very Jewish symbols. For example, you can see Hamsa and you can see Birkat Habayit. It's a prayer for the house. This is my parents, my brother, my wife and me. How long you are married? 9 months already. 9 months. I work a nest in a children hospital. 12 years I work at in factory and now for 15 years I am a driver. Hello. Hello, hi. Welcome. Hi. First meeting. You always give a kiss to each other. Yes, yes. Yeah. My name is Julius. Yeah, yeah. Thank you. Okay, this is for you. Ontzettend veel gebouwd hier. Dit is een prachtige kathedraal. Ze hebben hier sowieso een heleboel kerken. Attract me until it hurts to concentrate. Distract me, stops me doing work I hate. And just to show him how it feels, I walk past his eyes. Nou, het aparte van deze synagoge is dat deze synagoge in 1903 is gebouwd in Moorse stijl. En is de enigste synagoge in Vilnius. Van de 105 Joodse bidplaatsen en synagoges die ze voor de Tweede Wereldoorlog hadden. Het leuke is wel van deze synagoge dat het echt een toeristische trekpleister is, want in deze ochtend
bidden ze en zie echt heel veel toeristen binnen. Mohamed. Marius. So you're the real estate broker? Yes, I am. So how is it to be a real estate broker here in Vilnius? The market is booming. We have a lot of work to do now. What's the price of kind of house like that? The prices would go around 1 million euros and end up. I'm an actor in Holland. And what if I was an actor here in Vilnius? Yeah. Which district can you show me? I will show you a nice house in a good district. And I hope you will like it. Is this the most beautiful side of this district? At the moment, yes, but in 6 months it will change because we have a new constructions over here. It will continue to this area. Ik ben benieuwd naar mijn toekomstige huis. Thank you. This is all for real, eh? Yes, this is all for real. Okay. Sauna for about 6-8 people. See. Hey, that's me. That's you. It's a big mirror. Sit down. So you like it, right? What's actually the price of this house? Actually, the price of this house is 2.2 million liters. It's around 630,000 euros. 630,000 euros? Yes. Okay, so what? What is your last price? We can give you a discount, let's say, of 5% from the price. 5% discount? Yes. Okay, let me tell you one thing. I'm making an offer that you can't refuse. And it's actually all that I have is 500,000 euros. Well, I could say that that's not enough for today. You think about it. I will think about it. Okay. Yes? I'll expect your call. Okay, thank you. Yes. Well, I don't think, but because I said 500,000 euros and he's not agree with that. It's my wife. Oh. Yeah. We staan voor Sili Kaimas. En Kaimas betekent village, dus dorp. En ik ben heel benieuwd, want ze hebben hier alleen maar Litouws eten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat smaken. Nou, dit ziet er goed uit. Ik hoop dat eten ook zo is. Would you like to have a big beer or a small beer? What do you take? I will take a small one. Well, then I take a small one too. In Lithuania, people drink in general a lot of beer. Isvekata. 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 Zo te praten over, zeg maar, jouw vertrouwen, over vrouwen. En op een gegeven moment zegt hij van, als ik kinderen krijg, dan wil ik dat ze naar synagoog gaan. En dan wil ik dat ze zo worden opgevoed dat ze dan alles meedoen voor het Joods geloof. Maar toch kom ik erachter dat hij zelf op dit moment niet kosher eet. En ik wil toch eens weten waarom. There are some elements of the religious Jewish life that are still not existing in Lithuania. Why is it like this? Because during the years of Soviet occupation, every religious part of the Jewish life was completely erased from the minds of the people. Yes, people still remember, but they do not practice so much. So only now in my family we are eating, for example, kosher style, not kosher thing, but kosher style. And we hope one day there will be a chance for us to eat kosher food and to keep all the kosher rules at home. Ik wacht hier op Ludak, die zit hier op school. En boerenjongen, nou, het verhaal van de schapen en de koeien kennen we al. Ik wil met hem het landschap ontdekken per mountain bike. Ondertussen wacht ik tot de school uit is. Ludak! 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 Where is Ludak? Ludak! Ludak, meekomen. Ik zit al een half uur op je te wachten, man. Can you show me my your place? Yeah, I can show. You can go. My bike, house. And this is your girlfriend? No, no. She's not my girlfriend.
My father, he is now working. My mother, she is too working, but she is now pregnant. In 1 week, I'm gonna have, I think, little brother. Yeah. Brother, yeah. Okay. Little. And so, so you would like to be a sportman? Yeah. My dream is want to be a sportman, very big sportman in Lithuania. Okay, let's say get changed and let's rock and roll. Okay. Yes? Okay. Let's go change. This is your... Alicia Keys. Alicia Keys, yeah. Yeah. No? Yeah. Who do you prefer, Alicia Keys or Britney Spears? Better Alicia Keys. Alicia Keys? Alicia Keys. Okay, I will wait outside. Okay. Okay. So tell me, is this your family? It's not my family, it's my friends. Yep. Your friends? Yeah. Okay. Ah, okay, so they're all going with us? Yeah, if you okay, want. Come on, everybody! We zijn hier een beetje aan het cruisen over, over het platteland. Ik kan je maar één ding zeggen. Jongens, dit is armoedig. Dit is zo armoedig, dat wil je gewoon niet weten. Maar ja, goed, wat wil je? Je zit echt midden op het platteland. En er gebeurt hier gewoon helemaal niks. There is a rabbi visiting the community now. It's Rabbi Pfeffer, who is coming like 2-3 times a year to the community. And the third thing is Gemilut Chassadim. Does he always tell you a story about life before he's leaving? I'm using the opportunities when the rabbi is here to be able to learn a little bit. Later I can go to the community. And later, you know, I can tell this to much more people. And later, you know, much more people can tell it to other people. Litouwen is een land met twee gezichten. Ik ben op het platteland geweest, moet je hier eens kijken. 3 jaar geleden is het winkelcentrum gebouwd als symbool van de toetreding tot de EU. Je hebt hier van alles. Bos, Armani, Gucci, Zara en Zara natuurlijk. Kanaus, ja, als je echt jongeren wil ontmoeten en chickies, moet je hier zijn. Nou, op dit moment zit ik in de taxi en ik ga nu naar de Acropolis. En daar heb ik met Mohammed afgesproken om even gezellig bij te kletsen. Niet normaal, man. Midden in een winkelcentrum, gewoon een vette schaatsbaan. Dus heb ik meteen Evelyn gebeld om hier naartoe te komen. Nou jongens, dan gaat hij dan. Slaan geleden. Ik heb een goede vriend meegenomen, want ik denk dat je wat op kan gebruiken. Ja, jongen. Oefenen, baardkunst. Je hebt even tijd nodig, hè? Er zijn leuke dingen gebeurd. Bijvoorbeeld, ik kwam bij de familie.
Ik dacht dat ze koosje vlees aten. Ja? Nou, totaal niet. Jij is helemaal niet orthodox. Nee, ze zijn helemaal niet orthodox. Oh. Hier moet je maar kijken. Oké, dit is voor jou. Yes. So tell when it's enough. We zijn hier dus op een schaatsbaan. Ja. Veel jonge kinderen. Je schaatsen onwijs goed. Ja. Nou, ik was dus ook daar op een schaatsbaan. Allemaal jonge kinderen, heel professioneel bezig. U heeft het koud hier. Ja, het is freezing hier. Kon ik dat maar? Ja, één ding waar ik heel goed ben is liften. Maar dat gaan we doen. Liften? Ja. Kom maar. I like voyage, I like voyage. We travel together, me and my zak voyage. Zo. Ik heb een wedstrijd samen met Evren. Wie het eerste bij het middelpunt van Europa is. En Mo denkt dat hij gaat winnen natuurlijk. Hij is professioneel. Evren heeft ook een professioneel iemand. We gaan gewoon liften en kijken wie het eerste daar is. Dan heb je gewonnen. I like voyage. So tell me, what is the center of Europe? According to the French scientists, the geographists, yes, it's the center of Europe is 19 kilometers this way, near up north to Vilnius. Europe starts here. I like voyage, I like voyage. We travel together, me and my stack voyage. So high to the mountain. Just now, yes. You don't see any cars? No cars. Maybe because I'm a Moroccan? No, yeah! Hey! We need to hurry, man. En Mo die staat er maar. Ik voel druk, jongens. Ik voel druk. Ik moet wel zeggen, dit geeft echt een ongelofelijke kick als je gewoon een auto kan aanhouden en dat je mee kan liften. Dit is echt mega. I like voyage. I like voyage. 6 hours. It's a half day. En master voyage. Another 10? Ja, another 10. In een klein half uurtje al de tweede auto. Echt Mo. Tja, hoe kan ik het zeggen? Er kan maar één de winnaar zijn. Oké, we hebben nog 4 kilometer te gaan. Oké, dan. Oké. Yeah. Felix, vond je het leuk? Ik vond het te gek. Sowieso de eerste auto die kwam, dat busje, ja. Helemaal te gek. Ja, dat geeft dat vond ik echt een kick. Hè? Meteen een kick. Ja. Nou, ik ga toch maar op zoek naar een andere hobby. Ik vind het helemaal niks. Nee, dan sta je daar maar met een beetje in de kaal, met honger, ja, en water. Dat zou ik ook zeggen als ik zou verliezen. Ja. Ik ben 35 kilometer verwijderd van de hoofdstad Vilnius. Ik zit hier midden in een haatsfabriek, maar ik heb zo meteen een gesprek met Baldi, 26 jaar oud, geboren getogen op het platteland. Hij heeft wel eventjes gewerkt in Nederland, spreekt dus daarom een beetje Nederlands. Kom dat even goed uit. Mijn Litouws is goed, maar niet zo goed. Laat de bal opleggen en kom. Ja, goed bezig. Waldi, je bent hier opgegroeid, hè? Ja. Het platteland. Hoe is dat, zeg maar, als je nog jong bent en je woont in Litouwen? Ja, dat was heel arm. Mijn moeder en vader heel veel drinken.
Ja. En was, ja, voor moeder en vader was natuurlijk thuis ook geen eten. Dan moet je zelf dan als klein lopen naar werk. Werken, allemaal zo gras naaien of waar hier. Waar ben je dan ongeveer? Toen was, wanneer ik de eerste keer begon werken, was 6, 7 jaar. Je vader is overleden. Ja. Je moeder die woont niet meer thuis. Nee. Die is nu getrouwd met een andere man. Heeft dat te maken met alcohol? Misschien wel. Dus was van vroeger nog. Van vroeger tijd, wat in Russische tijden was heel veel zo wat in koeboerderij werken mensen. De meesten samenkomen en samen beginnen drinken. Natuurlijk, dat komt ook voor eigen familie, voor kinderen de taal. Kinderen hebben niets te zien, gewoon zien wat vader of ouders altijd aan vodka zitten. Maar drink jij nu ook? Ik drink niet, dat is voor mij een beetje wat ik heb, hartprobleem. Maar ben je ook nu blij met het feit dat Litouwen nu vrij is? Voel je vrede en dat soort jonge mensen, nou in Litouwen, heel blij zijn, want we zijn vrij van Russen. Oudere mensen misschien nog geloven dat de Russische tijd is veel beter zou zijn als nu. Oké, nog een ander punt dat ik heel veel weet over Litouwen. 5% is eigenlijk stad, hè? Ja. En de rest is een en al bos. Ja. 100% je weet alles. Bijna goed. Ja, goed, je hebt Google hè, tegenwoordig. Je kan zo op internet. Nee, maar wat dat betreft wil ik wel even een boom hakken. Kan dat? Kan wel, ja. Gewoon echt even een hamer ingaand en ga hakken. Nee, niet met een hamer. Ik wil wel met een bijl. Een bijl bedoel met, je. Nee, echt zo'n machine. Kan dat? Kan wel. Kun je dat regelen? Machine, ja. Oké, okay, laten we even een boom gaan afhakken. Kom maar. Ja? Even iets illegaals doen. Я уже, вот когда был этот, как его? Her oven is broken, and basically she doesn't have a possibility to heat the food. Okay. So because of that, she is asking the community to help her to change. Ik ben er nou vandaag achter gekomen wat Simone nou precies doet voor de Jewish community. Hij is namelijk als 25-jarige namelijk de directeur daarvan. En hij heeft, zoals hij zei, 50 mensen onder zich werken. Nou, vandaag gaf hij een presentatie ergens over. Ja, voor de Tweede Wereldoorlog werd Vilnius toch de Jeruzalem genoemd van Litouwen. Toen woonden er ook 250.000 mensen daar. Alleen nu wonen er nog slechts 5.000 Joden in Vilnius. In 2009 willen ze dat ze weer kunnen zeggen dat Vilnius toch de Jeruzalem is van Litouwen. Een boom die zagen. Een beetje sterker. Litouwen is nog niet heel erg rijk, alhoewel de verschillen heel erg groot zijn, hè? Rijk en arm. Ja. En ze willen allemaal hier blijven, want ze zeggen van ja, ik wil gewoon liever investeren in mijn eigen land. En dat is ook zo. We zijn overal aan het bouwen. Ik denk dat over 10 jaar hier totaal onherkenbaar is. Nou, als ik hier zou wonen, zou ik ook hier blijven, want alles is wel heel goedkoop hier. Zo is een studentenland, ja. Zeker Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Echt een studentenstad ook. Ja. Nou jongens, we staan weer met beide benen op de grond. Dit was Planet Europe in Litouwen. Check de website en tot de volgende keer. Jeetje, wat heb jij veel verloren in deze aflevering. Ben je trots op, hè? Ja. Kijk hem lachen. Weet je wat? Ik geef je nog een kans. Nou? Wie de eerste thuis is. Dan moet ik wel even rennen, zeker? Ja? Ik zo kinderachtig, hè? Dit soort dingen.